echt heel erg naar mijn zin hier. Je komt hier allemaal voor je plezier. Het is gewoon leuk om te bewegen. Soepeler en meer uithoudingsvermogen. En zelfs op mijn humeur heeft het invloed. We beginnen met de warming-up. Dan hebben we een iets intensiever programma. Dus dat we echt even de bloedsomloop lekker op gang brengen. En dan hebben we nog een kwartier een spel. We merken dat mensen vaak bij sportverenigingen uitvallen. En ze zijn op zoek naar iets anders. Het stoelgym wat je vaak hebt bij de verzorgingstehuis is dan net wat te makkelijk. En dit zet eigenlijk precies tussen het aanbod van de sportverenigingen en de stoelgym in. Binnen de les worden de mogelijkheden geboden om iets makkelijks en het moeilijker te doen. Dus eigenlijk kan iedereen altijd wel meedoen. Als er vragen zijn over klachten bij de sporters, dat ik heel goed daarin kan sturen van wat ze juist wel en wat ze niet moeten doen. Nou, op die manier zullen er waarschijnlijk niet onnodige blessures ontstaan. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Ik zie echt progressie. Ik zie mensen beter bewegen, stabieler zijn. En dat is met name op oudere leeftijd heel belangrijk. De tweede keer ben je al geen nieuweling meer. Je wordt niet gedwongen over je grens heen te gaan. Ik zou zeggen doen. Doet u ook mee met Ouderengym op een van deze vier locaties? Contact Joyce van der Sloot of ga naar onze website.